Hey YouTube vrienden, welkom bij een nieuwe video. Ik ben onderweg momenteel in mijn dienstkleding naar de dierenambulance. Ik was even achter me aan het kijken of er een auto aankwam. Ik weet sowieso dat we één ritje hebben. Is van een oud collega van ons, die heeft een slang. En die moet even naar de dierenarts. Ik ben weer met Rodi. We hebben net een egeltje opgehaald. Die zou Rodi nog bijna aanvallen, maar gelukkig had hij handschoenen aan. We gaan hem nu naar de opvang brengen, omdat hij daar nu even beter is, kan hij wat aansterken. Het leek wel of hij heel erg stil zat omdat de meldster belde. Maar toen dat wij kwamen leek hij wel weer vrij normaal. Nou, we laten hem even nakijken en als het goed is gaat hij toch weer de natuur in. En anders laat ze hem aansterken en dan mag hij later de natuur in. Nu achter in de bus. We gaan hard remmen. Oud collega zit nu voorin. En we gaan nu naar de dierenarts om te kijken of de slang geholpen kan worden. Oud collega had een plant in de bak en die had hij vastgezet met een stukje tape. En die tape zit nu op het hoofd van de slang. Hij durft hem zelf niet eraf te halen. En daarom laat hij door de dierenarts doen. Die kunnen het vast veiliger en professioneler. We zijn nu onderweg naar de derde afslag. Mevrouw van de TomTom praat er doorheen. Maar ik wou zeggen, we zijn er nu onderweg naar een locatie in Drachten. We gaan een hond ophalen die zijn kussentje stuk heeft. Het kussentje van zijn poot, die bloedt. En we gaan samen met de eigenaar en de hond naar de dierenarts om te kijken of het verholpen kan worden. Toen kregen we twee meldings kort achter elkaar van twee jonge vogeltjes. Eentje was heel erg zwak. We hebben ze beide meteen naar de vogelopvang gebracht waar ze aan kunnen sterken. Totdat ze groot zijn worden ze gevoed en dan gaan ze weer de natuur in. En kunnen ze zelf paren en dan kunnen wij die jongen misschien weer opkomen halen. Je weet het niet. We gaan eruit van niet dat ze het gewoon allemaal redden. Naar huis waren, kwamen een hondje tegen zonder eigenaar. Het was wel grappig, ik had die dag net dienst gehad. En dan kom je gewoon, eigenlijk als je onderweg bent naar huis, wel nog in je dienst, maar niet meer op de post zelf, kom je een hondje tegen. Nou, ik heb meteen Rodi gebeld, die kwam er meteen aan, die was ook al onderweg naar huis, zat al op de snelweg. We hebben hem gechipt, gelukkig geregistreerd. Zodoende konden we hem ook snel weer thuis brengen en dat hebben we ook gedaan. Via de buurt WhatsApp groep die wij hier in de buurt hebben waar ik woon, een melding dat bij ons op het schapendijkje een stukje verderop een gewonde schaap liep. Dierenambulance rijdt eigenlijk niet op schapen, dat is vee, daar kunnen wij niet rijden, kunnen we ook niet vervoeren in de bus. Maar ik was toch even van plan om te gaan kijken, om te kijken of we iets konden doen, een eigenaar konden vinden, etc. Nou, die hebben we gevonden met
met de hulp van de andere buurtbewoners. En zo konden we weer naar huis en kon de eigenaar, de herder, die kon de schaap helpen en naar de veearts brengen. Mensen, dit was alweer de einde van de video. Soms komen de beelden tussendoor dat ik hiervoor zit. Ik vergeet nog wel eens op schaap op te nemen, tegen jullie te vertellen wat er gebeurd is. Dus ja, dat moet ik dan later weer opnemen. De tussenplak, et cetera, et cetera. Ik dacht, ik doe het meteen voor mijn nieuwe studio, wall, want... dit was het einde van de video zoals ik zei. Vergeet niet te abonneren, de blauwe duimpje omhoog te doen. Een reactie onder te laten wat je ervan vond. En dan zie ik jullie volgende week weer. Later! We'll be right back.